Ik ben ergens achter gekomen. Ik gebruik een heel goed poetsmiddel. Dat gebruik ik mijn opa. Vim heet dat. Het is Vim Glorix Powder. Maar het staat in de verpakking. Dat is gewoon een schuurpoeder. Dan is Sift is ook schuurmiddel, maar dat is dan een vaste stof. Kijk, Sift, er zit gewoon de helft water in. Dus dat betaal je gewoon voor water. Dat is gewoon poeder, schuurpoeder, en er zit ook chloor in. Dus dat is, en het kost maar 1,18 euro, en dat is super spul. Dan verdienen ze dus bijna niks op, maar het is zo goed, dat, ja. Maar wat ben ik nog achter gekomen, dat is een van de weinige dingen nog. Ja, wat een kutlamp, zeg. Ah. Dat is een van de, ja, dan is dat maar zo. Dat is een van de weinige dingen die, nog niet van Unilever zijn. En die worden gewoon verdrongen uit de winkel. Jan Linders is overgenomen door Albert Heijn. Jan Linders verkocht dat gewoon nog. Maar aangezien die overgenomen is me opgevallen dat ze nog bestaande voorraden hebben, maar die worden niet meer aangevuld. Dat heb ik zelf met mijn eigen ogen gezien. Dan ben ik dus overal die dingen om het kopen. Zodat ik voor de rest van mijn leven die nog kan gebruiken, kost namelijk 1,18 euro per bus. En dat doe je eigenlijk, als je het niet zo intens gebruikt als mij, doe je met zo'n bus misschien 2 jaar. Dus als je 10 bussen koopt, en je doet het, dan doe je misschien je hele leven mee feitelijk. Maar ja, ik gebruik het voor de kattenbak schoon te maken. Dus gebruik je het wat meer natuurlijk. Dat zou je ook in principe met chloor kunnen doen, maar ik vind het gewoon een heel fijn spul. Ja, maar dus kun je nagaan, als het niet van Unilever is, en Unilever heeft bijna elk merk wat er bestaat overgenomen. Net als bij dieren, kattenvoer. Purina, zoals Gourmet, Felix, al die merken, allemaal overgenomen door Purina. En zo is met Unilever hetzelfde. Sif, Dref, weet ik veel, al die merken zijn allemaal overgenomen door Unilever. En het lijkt wel alsof die stiekem een deal hebben gemaakt met supermarkten. Jullie luisteren, jullie krijgen onze producten met korting, maar dan moeten jullie wel die andere producten uit het schap halen. Dat is volgens mij gewoon illegaal, gedwongen winkelnering heet dat. Maar het wordt gewoon in Nederland op grote schaal toegepast. Dat is gewoon bizar.